There is one thing I noticed. Since you became father, you score from distance. Yeah, maybe my son helped me for this. No, yeah, it was a great goal, and really happy for this. And yeah, I'm happy also to help the team to win this game, because yeah, we know that it was really hard today. We play against a really good team, and I think we did it all together with 15, 16 players, so I think it was the most important for me. But short back to your goal. Which one was more beautiful, this one or in the game against Cambuur? No, I think this one was a little bit further, I think. Yeah, I think both of the goal was nice, but I think this one is the one of the best goals I scored in my life. Yeah, and it was a very important goal because AZ was good tonight. Yeah, the first half they play really good. They put a lot of pressure on us. And this goal also helped us to breathe a little bit. And of course, after we took confidence with this goal, and we defend good after with this. And we want to, of course, when we have the 1-0 up, you do everything to keep it. And of course, we scored the two and the third goal. And yeah, it was really important for us to prepare also for Thursday. We know that it will be also a hard game, but yeah, we're really focused on this game, and we were really happy to win this game. Hoe was het om weer te scoren? Ja, dat is altijd een leuk gevoel natuurlijk. Je werkt er zo hard voor en dan uiteindelijk word je ervoor beloond, dus dat is top. Ja, dit was een goal waar je extra hard moest werken volgens mij. Ja, het was veel lopen. Het was een moeilijke wedstrijd. Maar uiteindelijk beloon ik mij voor het harde werken en we hebben dat top gedaan als team. Ja, ik bedoel met name natuurlijk het moment waarop jij tussen die twee verdedigers in lijkt te komen en je daar een soort van uit moet worstelen. Hoe maak jij dat mee? Ja, gewoon proberen om sterk te blijven, aan de bal te blijven en dan van daaruit draaien. Want dat is ook een kwaliteit die ik wel beheers. En dat deed ik fantastisch. En ik schuif hem in de verre hoek en dat doe ik goed. Het voelde een beetje als een Jorbe Vertessen goal zoals we die in de jeugd van jou kennen, hè? Ja, het wegdraaien natuurlijk. Wat ik wel vaker doe. Dus ja, het was wel een Vertessen goal, ja. Is het dan ook een automatisme, zoals je hem in je hoofd op dat moment afdraait? Nee, elke situatie is anders. Dus voor mij leek dat de beste keuze en het draaide goed uit. Dus dat is goed. Voordat jij die bal volgens mij van Boskakli krijgt, staat het nog maar 1-0. Is het een moeilijk moment waarop jij in die wedstrijd komt? Ja, tuurlijk. Het is sowieso moeilijk omdat hun hun ware best aan het drukken. En om dan in de wedstrijd te komen en de 2-0 te scoren is altijd moeilijk. Maar ja, één spelprik en een wedstrijd is helemaal anders. Dus, ja, wordt die echt anders? Merk je dat bij hun een beetje de mokerslag is, zeg maar? Nee, want hun hebben het eigenlijk best goed gedaan en ons onder druk blijven houden. Dus het was eigenlijk strijden tot de laatste minuut. Maar ja, dat hebben wij heel goed gedaan. Hey, nog even over die goal. Je scoort dan. Vervolgens had ik het idee, jij moet even zoeken waar het vak met PSV-supporters zit. Ja, ik liep ze los voorbij. Ja, ik had geen idee waar dat ze waren, dus volgende keer. Hey, je hebt het wel goed gemaakt, want bij die goal van Doan liep je er volgens mij als eerste naartoe. Ja, klopt.